Hallo sabbelingetjes van Justice Perkament. Welkom bij een gloednieuw seizoen van de UPAEL. Het is namelijk seizoen 2. We gaan nog een keer een toernooi houden. Een draft league. Met Pokémon natuurlijk. Ik ga natuurlijk weer AZ Azumarill zijn in deze league. Er doen als het goed is altijd weer 16 teams mee. En ik zit nu bij 3 andere teams ingedeeld in de pool. Dus ik heb in ieder geval 3 volledig nieuwe tegenstanders om tegen te gaan vechten. En ik heb een volledig nieuw team. Ik zal jullie alvast van tevoren vertellen. Ik heb nog minder mijn research gedaan dan de vorige keer. Dus waarschijnlijk wordt het nog erger dan de vorige keer. Maar we gaan het natuurlijk wel proberen. Ik hoop dat ik er iets van geleerd heb van de vorige keer. En zo niet, dan hebben we heel veel pech. Laten we gewoon even kijken wat mijn eerste Pokémon is. Mijn first pick was Victini. Zoals je hier lekker zit, weer heen en weer bewegen. Een vuur psychische type. De draft die was zeg maar begonnen toen ik het nog niet echt in de gaten had. Dus ik had gewoon meteen, ik ging even in die lijst van tier 1. Dus de beste, zouden de beste Pokémon moeten zijn. Heb ik eventjes gekeken, toen zag ik Victini staan en ik weet dat een van de YouTubers die ik kijk graag Victini heeft omdat hij heel goed schijnt te zijn. Dus ik dacht, fuck it, ik pak gewoon Victini. Toen was het nog echt helemaal nergens naar gekeken, dus ik had gewoon Victini gepakt. En toen ging ik pas kijken welke Pokémon ik misschien leuk vind. Ik heb echt, misschien dat mijn team echt gewoon helemaal niet bij elkaar past, maar dat maakt niet uit. Ik heb gewoon leuke Pokémon gekozen. En ik heb ook Pokémon gekozen die ik nog niet echt eerder mee gespeeld heb. Ook gewoon een beetje uit te proberen. Dat heb ik vorige keer ook gedaan. Volgens mij heb ik even denken 2 of 3 terugkerende mons in mijn team. En verder allemaal nieuw. Dus dat is wel leuk. Dus mijn eerste pick was Victini. En het tweede pick was Alolan en Ninetales. En ik hou sowieso van fairy types. Maar vond het design van Alolan Ninetales en natuurlijk die hele Alolan vorm idee vond ik al heel erg vet. En Alolan Ninetales is mijn favoriete Alolan vorm. Dus ik dacht van laat ik gewoon Alolan Ninetales meteen een kans geven. Tier 2 Pokémon. Ik heb Alolan Ninetales aangekozen omdat ik denk dat hij best wel sterk kan zijn. En nummer 3 is Breloom. Ik ben eigenlijk nooit echt per se een fan van Breloom geweest. Ik heb hem nooit echt op mijn team gehad. Maar ik weet wel dat het een Pokémon is die best wel graag gewild is normaal. En het is een fight Pokémon. En ik had zin in een fight Pokémon. Gras fight. Ja, ik ben sowieso normaal niet echt een gras type liefhebber. Maar ik dacht gras fight, dat gaat vast goed komen. Dus ik heb Breloom als mijn laatste tier 2 Pokémon gekozen. Een tier 3 Pokémon die ik gekozen heb is Empoleon. En het is een van de starters die ik eigenlijk nooit echt gebruik heb. Maar wat ik net al zei, ik wil ook wat nieuwe dingen proberen. Misschien dat ik wel gewoon een nieuwe liefde heb ontdekt in Empoleon. Dus ik heb Empoleon gekozen. Een beetje een bulky denk ik. Dus daar hou ik in ieder geval van. En Water Steel ook wel een coole type om een keer te hebben. Dus vandaar Empoleon. Als nummer 5 heb ik Aerodactyl. Ik wil graag nog een Rock Pokémon. Eventueel ook om de Stealth Rocks op te zetten. Dus ik heb een Rock Flying Pokémon. Ik heb trouwens wel veel Flying Pokémon. Volgens mij 3 of zo. Maar daar moet ik verder niet op letten. Ik heb een Rock Flying Pokémon meegenomen. Aerodactyl. Ik heb ook Aerodactyl gebruikt niet. Ik ben ook niet zo heel erg mega fan van Aerodactyl. Als in design wise. Ik vind het net af. Alleen ja, dan hebben ze een Mega Aerodactyl gemaakt. En die is gewoon lelijk. Dus... Aerodactyl is niet mijn favoriete Pokémon, maar ik dacht van laat ik hem een kans geven. Elke Pokémon verdient de kans om een keer gebruikt te worden. En misschien dat ik wel na dit toernooi toch wel fan word van Aerodactyl. Dan hebben we Spiritomb. Dat is een terugkerende. Die vorige keer ook. Die scheen het beter te doen dan verwacht van tevoren de vorige keer. En Ghost Dark is natuurlijk sowieso een fijne type om in je team te hebben. Dus ik dacht van laat ik Spiritomb meenemen. Hij heeft het vorige keer goed gedaan. Laat ik gewoon nog een kans geven. En misschien dat hij wel een paar afleveringen of een paar matches ook mee gaat doen. Dus Spiritomb als mijn eerste tier 4 Pokémon. Dan Araquanid. En dit vind ik een van de vetste Gen 7 Pokémons. Qua design dan. Waterbug is op zich een type. Ja, ik wil qua type misschien niet helemaal het beste, maar toch. Ik vind hem wel een hele vette Pokémon en ik ga hem zeker een keer meenemen tegen een van mijn tegenstanders. Die tier 4 Pokémon zijn de laatste Pokémon die ik zeg maar in mijn team heb gestopt. Dus Araquanid was een van de laatste picks die ik had. Oké, nu is het tijd om gewoon een Pokémon te kiezen die ik gewoon alleen maar vet. Ik heb Araquanid meegenomen en misschien dat hij het wel haalt bij een wedstrijd.
En Scrafty. Scrafty heb ik nooit gebruikt. Ook omdat ik in het begin niet echt fan van hem was. Maar Dark Fight. Ik weet dat veel teams online Scrafty ook gebruiken. En dat ze best wel blij zijn met Scrafty. Dus ik dacht van, ah, laat ik Scrafty ook een keer proberen. Gewoon een kans geven. Nooit gebruikt, maar ook niet per se dat ik denk van, wat een kut Pokémon. Ik dacht van, ah, laat ik gewoon proberen. En misschien dat die wel gewoon de beste Pokémon is van het hele team. Je weet het niet. Dus ik dacht van, laten we Scrafty. Dat was mijn laatste pick trouwens, die ik had genomen. Dus ik dacht, laat ik Scrafty er gewoon bij doen om te proberen, net als Araquanet. Dan hebben we Mega Beedrill, ook terugkerend. Mega Beedrill is sowieso mijn favoriete Mega. En met zijn Velstinger, kan hij gewoon heel erg goed zijn. Als hij op de juiste moment timed, dan kan Velstinger echt een verschil maken. Dus ik ben heel erg fan van Mega Beedrill, dus die wou ik gewoon nog een keer in mijn team. Dan heb ik Donphan. Donphan vind ik altijd een hele vette Pokémon, maar ik heb hem nooit gebruikt omdat hij maar één type heeft. Ik ben niet zo heel erg fan van single type Pokémon. Volgens mij is het ook de enige single type Pokémon die ik in mijn team heb. Maar ik heb hem wel gekozen, ook omdat ik nog geen ground Pokémon had. En Donphan vind ik wel gewoon een vette Pokémon. Dus Donphan gekozen als mijn ground type Pokémon. Dan hebben we Dragonite. Voor de mensen die het weten, ik maak Dragonite altijd een beetje belachelijk omdat Justin altijd een vette Pokémon vond. Maar Dragonite is niet per se een slechte Pokémon, het is een coole draak Pokémon. Dus Dragonite heb ik gewoon gekozen, het is ook gewoon een tier 1 Pokémon normaal, dus die heb ik gewoon gekozen om gewoon mijn team te versterken. Ik denk dat Dragonite en Victini wel veel matches gaan halen, zeg maar, omdat ze sterk zijn. En als laatste Thundurus E. Thundurus is ook een tier 1 Pokémon. Ik had nog een elektrische Pokémon nodig. Thundurus is gewoon een fucking sterke elektrische Pokémon. Ik had toch gewoon heel veel punten over om in te zetten. Dus ik dacht, laat ik gewoon Thundurus pakken. Ik heb nog nooit met een van die god-like Pokémon die design-wise niet zo heel vet zijn. Heb ik eigenlijk nog nooit gespeeld. Dus laat ik die ook maar eens kiezen. Dan weten we ook meteen wat ik dan daarvan vind. Het is een beetje voor mij een beetje checken hoe wat. Zoals ik jullie al vertelde aan het begin van deze aflevering, of van deze video, is dat ik tegen nieuwe teams moet. Ik moet tegen de German Totodile van Harm. Ik moet tegen de Combi's Bitches van Soepke. En ik moet tegen Memphis Mathspritz van Fabian. Ik heb nog nooit tegen deze mensen gespeeld. De vorige keer waren we natuurlijk tegen 3 hele andere mensen. Dus ik ben benieuwd wat zij kunnen brengen qua sterkte, qua tactiek. Want ja, zoals jullie net waarschijnlijk al gemerkt hebben. En zoals ik jullie al vaker verteld heb. Ik ben tactisch niet zo goed. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Ik weet een beetje wat de type chart is. En ik doe het gewoon wingen. Dat is het. En we gaan gewoon zien wat er gebeurt. En als het niet goed genoeg is, dan is het niet goed genoeg. En als ik de finale haal, dan haal ik de finale. Ja, je weet niet wat er gebeurt. We gaan het zien. In ieder geval. Jullie weten nu wat mijn team is. Jullie weten wat mijn tegenstanders in ieder geval in de pool is. Dus jullie weten wat er gaat gebeuren. Er komt gewoon een nieuw seizoen. Jullie zien vanzelf de afleveringen wel verschijnen in jullie subbox. Ben je nog niet geabonneerd? Doe even abonneren. Dan komen ze in ieder geval in je subbox. En ik zie jullie graag bij de eerste match van dit seizoen. Ik heb er heel veel zin in. Adios, Eagles.